Welkom op de armoedeconferentie van Ixon. Fijn dat u er allemaal bent. Mijn naam is Dick Karkman en ik ben vandaag uw dagvoorzitter. Voor diegenen die ons nog niet zo goed kennen, Ixon is een beweging die in 2015 is ontstaan. Ontstaan om er grote zorgen maken. Zorgen over de wijze van de kabinetsdeelname van de Partij van de Arbeid aan het kabinet Rutte 2. Zorgen over de gevolgen voor alle Nederlanders. Zorgen over de gevolgen voor de progressieve partijen. Uiteraard kwam er een manifest. Een manifest dat een andere positieve koers aangaf. Kritiek was in die tijd echt lastig, want wij doen het toch allemaal zo goed. Het moest alleen beter uitgelegd worden. Helaas kregen wij gelijk en is het allemaal nog steeds met de schade. We zijn echt als Linksom onvermoeibaar doorgegaan. Doorgegaan met inhoudelijke inspiratie en positieve oplossingen. Ik ben ook bijzonder blij dat wij ook vandaag de inspiratie, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. En wel met een thema dat mij persoonlijk zeer aan het hart gaat. Bijdragen ideeën van ervaringsdeskundigen. Bijdragen van wetenschappers. Bijdragen van bestuurders en politici. Van GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de FNV. Laten we er samen een mooie dag van maken. We hebben Barbara Katman bereid gevonden om de inleiding te zorgen. Barbara is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik maak het net wel een grapje met een hele rustige portfolio. Ze doet heel veel, is heel druk en ik ben bijzonder blij dat ze vandaag toch aanwezig kon zijn. Ik geef hem graag als eerste het woord aan Barbara Katman.